Zien jullie dit, mensen? Ik had net echt een klein stukje brood gegooid. Kun je toch niet inbeelden dat huizen er bij ons zo zouden uitzien? Oké, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is, maar Boris is hier naar binnen gegaan. In Spanje! Goedemorgen, dames en heren, en welkom weer terug bij een gloednieuwe vlog. Wederom vanuit de auto gestart, want waar zijn we naartoe aan het rijden? Of ja, nu staan we even stil, maar waar gaan we zo meteen naartoe? Denia. We gaan naar het stadje aan de zee. Het wordt weer gezellig. Sammy is hier even naar het gemeentehuis, dus kijk eens, we staan hier echt in een toch wel heel cute, gezellig stadje eigenlijk, hè? Ja. Die huisjes zo, echt schattig zo. Soms dan rijden we hier ook echt in smalle weggetjes dat ik denk van hoe mocht je hier met de auto rijden? Dat kan toch niet? Bij ons zou dat dus totaal niet waar geweest zijn, maar hier kan dat allemaal en mag, dat blijft zo gek. Sommige dingen zijn dan wel eenrichtingsverkeer of mocht je niet met de auto. Maar dan zo hele smalle straatjes zoals hier, dat mag dan weer wel. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen in het stadje en we zijn hier achter ons nu even vier bowls aan het bestellen. Bo en ik hebben een acai bowl en Evie en Sammy een gewone pokeball. Maar kijk eens, het is hier ook weer echt mooi buiten met de palmbomen. En hier zijn we dus even aan het bestellen. Heb je er zin in? Dat wilt je al lang, hè? Zo'n acai bowl. Ja, we moeten echt nog eens terugkomen, want ze hebben hier nog veel meer. Echt een leuk tentje dit hier. En Boy is nog steeds aan het kijken in de kaart. Oeh ja. Ja, ze hebben hier echt, we moeten echt terugkomen. Oké, we gaan dus een to-go doen, dus we nemen al de bowls mee. Maar hopelijk komt dat goed, want Bo en ik hebben dus een soort acai bowl, dat is met fruit en ijs en zo. Dus we moeten toch wel best een stuk terugkrijgen. Want we wilden eigenlijk eerst hier komen eten, maar we gaan dat dan toch niet doen. Omdat Evie nog thuis zit, dus we gaan gewoon iets meenemen voor haar. En dan thuis opeten, maar hopelijk komt dat goed. Ik hoop het wel. En smelt ons eten niet. Zo, dames en heren, de acai bowl is lekker naar binnen gewerkt. We hebben even snel gegeten en Sammy terug afgedropt thuis. En wij zijn nu terug onderweg naar Denia. Want we gaan nog even chillen, een beetje rondkijken. Misschien dat Bo nog wat winkeltjes wilt kijken, kan ook natuurlijk. Dus we zijn in ieder geval terug richting het strand aan het rijden. En kijken wat we daar allemaal kunnen doen. En Bo is een dutje aan het doen, want die is een beetje moe. Ik denk dat ze een siesta aan het houden is. Ja? Van de acai bowl. Was het zo lekker? Ja. Kijk eens, we zijn aangekomen in de haven. En het windje is wel even fris, moet ik zeggen. Bo heeft ook een jas aangetrokken, er staat echt een wind. Maar valt nog wel mee, het zonnetje schijnt lekker. Dus heerlijk dit. We zijn nu aan het kijken of we hier... Gaan we eerst iets drinken? Ja. Onder ons tweetjes. Eerst iets drinken en dan een stadje. Gezellig. Leuk, hè? Ook altijd leuk om hier al die bootjes te spotten en bootjes te kijken de hele tijd. Blijft leuk. Besef mensen, deze boten kun je gewoon allemaal huren. Hoe vet is dat? Als ik dus een vaarwijs had, konden we zo eentje huren. Ja, nu is het denk ik wel te koud op de zee. Alhoewel, als je gewoon een truitje aan doet of zo, is dat nog wel een vibe. Zien jullie dit, mensen? Ik had net echt een klein stukje brood gegooid voor zo'n kleine vogeltjes. Er komen hier allemaal vogels op af, ook duiven, die komen zelfs nu op onze tafel. Oh. Ja, het zijn wel lieve duiven en lieve vogels. Ja, ik ben zo'n dierenvriend, ik gooi dan, we hadden brood gekregen en ik gooide zo'n beetje op de grond. Kijk, en zo aan die vogeltjes gaf ik dat. Nu zitten hier allemaal duiven en zo. Hier is het wel echt veel minder wind, dus het is wel echt bakken hier in de zon. Zalig. Ja. Echt heerlijk. Kijk dit nu. Hier zitten ze alweer daar. Daar zit een vogeltje. Oh, restaurants vinden dat eigenlijk niet leuk, hè? Zo eigenaren mogen dat eigenlijk niet doen, maar kijk. Hier een duif, daar een vogeltje. Net vlog er nog eentje weg met een groot stuk noot van die nootjes hier. Ja, wel lachen. Oh, kijk hoe leuk al die huisjes hier. S'avonds wordt het nog mooier, want dan gaan we straatjes zien waar ze allemaal zo gekleurd zijn. Dat vind ik wel mooi. Maar dit is... Zo'n soort ijssalon. Ja, het is mooi gemaakt. Ja, uw papa zegt dat jij dat hier moet open doen, hè? Want goed ijs, dat kennen ze hier toch niet echt, hè? Dat zegt hem altijd. Nee, zeker in Orban niet. Ja, kijk hoe mooi dit. Die huisjes zo. Heel nice. Veel kleurtjes, hè? Weet je wat we ook hebben? Venetië. Is dat? Zo, ja. Oh, jij zit daar geweest, hè? Ja. Ja, ik nog niet. Zou je dat zo doen? Ja, zeker. Ja, ik zou dat ook wel samen doen. Dan gaan we dat doen, hè? Is daar eigenlijk 24 op 7 over bevolkt. Next vacation. Oké. Okay. Ah nee, dat is een Puya toch? Ah ja. Kun je toch niet inbeelden dat huizen er bij ons zo zouden uitzien? Nee, zo gekleurd. Kijk dan. Dat kan de mensen wel gelukkiger maken.
Ja, inderdaad. Het ziet er echt... We waren net ook in zo'n straatje daar. Ook allemaal van die leuke kleurtjes. Ja. Kijk dan hoe blauw ook. Echt mooi. Vind je dat mooi? Ja, ik vind dat hier wel iets hebben. Ik vind hier ook wel iets hebben, maar ik vond... Maar voor zo de straatjes, hè. Voor in het stadje vind ik dat wel mooi. Maar ik denk ook inderdaad dat ik het nooit zelf zo zou doen. Nee, ze hebben hier zelfs zo echt roze. Ja. Ah, kijk, dit is dan weer heel anders. Hoge gebouwen. Al die was die zo buiten hangt. Heel kort op elkaar. Heel kort op elkaar. Maar dat heb je er toch niet veel, hoor. Dat het zo druk op elkaar gebouwd is. Allee, toch zo hoog niet. Het is echt heel rustig op straat, hè. Ja, het is... Maar we denken dus, omdat het siesta is waarschijnlijk, dus... Het is ongeveer middag. Ik denk dat die allemaal een tutje aan het doen zijn, want kijk eens. Er is hier gewoon niemand. Kijk hoe leeg. Dan is het siesta, want Spanjaarden houden dat echt. Ja, en de winkels zijn ook toe. En de winkels zijn echt toe. Tussen 2 en 4. Niet allemaal, zoals je hier ziet, maar toch veel die gewoon dicht zijn. Oké, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is, maar Bo is dus hier naar binnen gegaan. En blijkbaar, dat is de Sephora, hebben ze dit echt nergens. Bo werd helemaal gek als we hier voorbij kwamen. Ze wou eigenlijk daarachter al terugkeren. En ik zei, nee, kom nog even verder wandelen. En toen kwamen we dus hier voorbij, Sephora, en... Ineens zei ze niks meer. Ze kon echt niet meer praten gewoon. Want blijkbaar heb je dit dus niet in België, niet in Nederland. Maar moet je daarvoor naar Duitsland of naar Frankrijk gaan. Of dus hier blijkbaar. En dan wist ze niet dat dat hier is. Dus ze is binnen nu even kijken, want ze is echt helemaal van de kaart. Ik weet niet wat het... Ja, ik weet het wel trouwens wat het is. Het is make-up. Vooral make-up, denk ik. Dus, ah, daar is ze weer. Ze vindt mij niet, denk ik. En... bekomen... Maar ja. Dat is echt veel duurder dan normaal. Zou dat zijn omdat het in Spanje ligt? Ik weet het niet, maar als jij zegt dat ze dat bijna nergens hebben, zal dat wel duur zijn, ja. Maar ze hebben dat wel, maar veel. Ja. Dan zal het toch niet zoveel voorkomen, hè. Kijk, even een fotootje nemen zelfs. Ja, geen idee. Het is echt een vrouwending dit, denk ik. Ja. Kijk dan hoe breed dat eigenlijk is. Dat is gewoon volledig open hier onder die boot. Hoe noemt dat weer? Een katan? Katamaran? Maar ik mag het dat nu ook noemen. Katamaran, denk ik. Heel vet. Kijk ook die mast, ja. Holy. Ja, serieus bootje wel. En die boot vaart dus elke dag naar Ibiza. Of zelfs meerdere keren per dag kan ook wel. Want het stadje waar we nu in zijn, is dus het dichtste punt van Spanje bij Ibiza. Dus Denia, Ibiza. En dat is denk ik 2 uur varen met die grote boot en dan zijt je er. Ja, ze van nog, hè. Zien jullie dat op camera, mensen? Die grote vis hier? In de haven gewoon. Oh, daar nog één. Ik denk dat je hier wel goed kunt vissen. Wow, je zit er heel veel. Wow, dat is wel nice om te zien. Kijk dan. Al die visjes. We zitten terug in de auto, want het waait echt super hard. Kijk, je ziet het ook aan die palmbomen. Maar dat is niet de reden dat we weg gaan. Nee, dat is niet de reden, want ik wou gewoon even een bruggetje maken. Dat is gewoon het ding van vloggen. Sorry. Nee, het is niet dat we weg gaan omdat het te hard waait, maar omdat we nog even naar de shopping gaan. Want we gaan nog van alle spullen halen voor Sammy en Evi die ze doorgestuurd hebben en vroegen of we die konden uithalen. Voor ons eigen ook, bovenal dan denk ik. Dus we gaan naar de shopping. Leuk muziekje aan weer. En, ik had trouwens een DM gekregen en comments onder de vlog, denk ik, van mensen. Dat ik mijn vakantieplaylist online moest zetten, omdat die best wel goed was. Dat is ook echt een heel leuke playlist. Ja. Dat is echt zo... ja, echt vakantie. Jaren van 2016. 14 zelfs, dat is echt een vibe. Dit is ook echt een leuk liedje. Mashup tussen Frenna en Party in the USA van Miley Cyrus. Goed, hè? Goed, hè? Oh, kijk hier links. Vorm dat snel. Zijn hier allemaal aan het windsurfen. Oh, dat ziet er wel heel cool uit, toch? Heel moeilijk, denk ik. Ja. Oei, ja, dat gaat wel. Oh, kijk, die gaat helemaal de lucht in daar. Dat lijkt me echt zo vet als je zo helemaal de lucht in gaat. Oh, ik zag het niet, ik was op het schermpje aan het kijken. Oh, dat is echt vet. Maar volgens mij waait het hier heel hard. Ja, maar we moeten zelfs keren, dus misschien dat je dan zelfs beter kunt filmen. Maar het waait dus inderdaad echt perfect voor zo'n dingen te doen hier. Dat is echt... We hadden er gisteren over dat we graag willen parasailen. Ja, ook al. We zagen dat, eergisteren, in Benidorm zagen we dat, denk ik. Toen zagen we dat iemand doen. Dat was al eergisteren, amai. Ja, dat was eergisteren. Tijd gaat hier zo snel. Wat heb je gisteren gedaan? Toch kajakken. Oh ja. Maar dus in Benidorm zagen we dat iemand doen. Nee. En toen dachten wij van, dat moeten we ook echt eens doen. Want het is zo vet. Ja. Achter zo'n boot en dan zo'n mega parachute daarachter, dat je zo in de lucht kunt chillen. Dat wil ik echt eens doen. Het is alleen pretty expensive. Ja, dat wel. Maar ja, we gaan draaien en dan ga ik jullie de
de windsurfers nog eens laten zien. Zien jullie die politiemensen? Die lichten flikkeren dus nu. Maar normaal gezien, als de politie gewoon rondrijdt, dan staan die lichten constant aan. Dus gewoon als een lichtknop. Als een patrouille gewoon, hè? Ja, want bij ons is dat niet. Dan staan de sirenes en de zwaailichten uit. Maar hier, als ze gewoon rijden, dan staat zelfs dat blauwe licht gewoon de hele tijd aan. Ja, dus dat is nu niet dat er iets aan de hand is. Nee, de eerste keer dachten wij dat wel, hè? Kijk, ja, hier zijn we terug. Kijk. Wow. Er zijn ook echt veel mensen aan het kijken ook. Ja, omdat er... Oh, kijk, die daar gaat er oh helemaal my god. De lucht in. Maar is dat normaal? Ja, dat is wel normaal. Oei. Vet, hè? Maar je ziet ook op het strand daar dat het zand wel echt hard aan het wegwaaien is. Die ging helemaal de lucht in. Ik weet niet of je dat, ja, misschien... of je dat kon zien. Ah, niet simpel, denk maar ik. Zie je dat op camera, dat strand? Ja, nee. Ja, want daar zit je ook al echt het zand helemaal wegwaaien door de wind. Ja, het... Oei, helemaal ingezoomd. Oeps. Slechte camera. Sorry, people. Sorry. We moeten het nog leren. Oh, dat is leuk, hè. Zo'n jeep, hè, dat moeten we ook echt eens doen. Hè. Dat wil ik ook heel graag zien. Zoveel dingen nog die ik wil doen, hè. Echt. Maar dat is goed. Ja, dat is echt fijn. Ik heb echt een grote bucketlist. Hè. Ja, is leuk voor al de mensen die dan in de vlog kunnen kijken naar wat wij nog allemaal gaan doen. Ja. Spaanse muziek ook altijd leuk, hè. En daar zijn we weer in de shopping. Nee, dit is eigenlijk al de derde keer dat we nu naar boven lopen. Ja. Want we hebben eigenlijk al de spullen al gehaald voor Evie. Dus die zitten nu in de auto. En nu komen we nog een derde keer naar boven om gewoon zelf een beetje rond te kijken nog eens. Want het blijft gewoon leuk om even al die winkeltjes te checken samen met Bo. Kijk mensen, ik heb even een truitje aangedaan. Ik vind deze wel nice. Op de achterkant. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Want het kan hier s'avonds nog wel eens afkoelen en ik woon in België, dus een trui is wel handig. En het kost echt twee keer niks deze trui en ik vind die wel echt vet. Wat vind jij? Heel mooi. Leuk, hè? Ik vind hem echt heel mooi. Doen? Gaan we nog verder kijken? €27 voor een trui. Dat is niet veel. Dat kan toch echt niet? Ja, ik vind deze wel nice. Oké, we hebben ook nog even dit t-shirtje. Deze vind ik ook wel nice. Er staat op Connecting Music and Streets. En ik heb echt heel weinig blauw eigenlijk, maar dat staat me zo goed. Al zei ik het zelf. Ja, deze vind ik wel nice. Top. Zo dames en heren, geslaagde aankoop hier bij de Pool & Bear. Kijk eens, we hebben een zak vol. Ik heb ook aankopen gedaan, maar niet de trui. Want als ik die uitdeed, die trui, dan hing die helemaal vol met van die ploesjes aan de binnenkant. Wat ik wel gekocht heb is een zwembroek, want die was ik vergeten. Geloof het of niet, maar ik was gewoon een zwembroek vergeten mee te nemen. Dus ik heb even een super goedkope zwembroek gekocht. Super nice wel. Bo heeft ook een aantal spulletjes gekocht, zoals een trui. En nog van alles, zo zelfs laten zien. Maar geslaagde aankoop dus, hè. Ik denk wel. Wat zeg je? Ik denk wel dat ik die trui ga moeten aandoen en die broek als we naar huis gaan. Want ja, die zijn zwaar, hè? Ja, inderdaad. We moeten nog zien dat we alles meekrijgen in de koffer. Maar goed, alleszins geslaagd. Ik vind dat we terug iets moeten inschakelen of invoeren, zeg maar, in ons leven. Wat we in de zomer vaak deden. Journal. Ja, zo dat journal wat jij volgde. Want toen deden we 10.000 stappen per dag. Dat moeten we echt terug doen. Dat was echt nice. Ja, nu ook, want we hebben heel de shopping weer afgewandeld. En we zijn voormiddag ook al weg geweest, denk ik. Oh, de dagen gaan hier zo snel. Ik weet niet meer wat we gedaan hebben vandaag. Maar dat moeten we echt terug doen. Zo, die 10.000 stappen per dag challenge vond ik zo nice. Even de spullen in de auto zetten. Ja, het lukt wel hoor. Ja, wat denk je? Wat? We moeten terug doen, hè. Ah, ja. Is goed. Eens kijken hoeveel stappen we nu eigenlijk al hebben voor vandaag. Ik heb bijna 8.000. Echt? Mm-hmm. Best goed toch? Ik heb ja, 9000. Zit er altijd meer. Ik hoe kan dat? Kan. Ik heb grotere benen, maar toch zet ik meer stappen. We zijn weer terug en we zijn weer even heerlijk aan het poelen hier. En nog steeds buiten ook gewoon, want het is nog steeds super lekker weer. Dus het is wel echt top, hè, dit. Hoe laat is het eigenlijk al? Het is best laat al, hè? Maar ik ga even kijken. 7:15 al en het is nog zo licht en zo warm. Oh, het is toch top. En wij gaan nog even lekker spelen hier. De beats van DJ Magic bereiken zelfs het buitenland. Sammy Heren uit Herk de Stad, die is aan het luisteren vanuit zijn, zijn B&B in Spanje. Geweldige muziek, love this studio. Je kan het wel. Een klein paar minuutjes van je door. Eminem Party. Zo dames en heren, wij liggen weer lekker in bedje. Ik weet niet wat het is, s'avonds film ik gewoon echt weinig hier. We hebben nu, wanneer heb ik zelfs de laatste keer gefilmd? Als we gingen poelen, denk ik. Daarna hebben we gewoon nog een lekker slaatje gegeten met geitenkaas, was echt heerlijk. En dan hebben we gewoon nog gechilled, echt weer gewoon buiten spelletje gespeeld met Sammy en Evie.
dan nog iets gekeken op de tv en dan nu liggen we weer. Dus mensen, wij gaan weer lekker slapen. Ik check jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. Bedankt voor alle liefde en de support op de vakantievlogs. Super nice om te zien dat jullie het ook leuk vinden. Doet me echt goed. Ik check jullie morgen weer om 5 uur. In de gloed, nieuwe vlog. Doei!